Hi Linda, we zitten hier bij jou thuis op de bank en dat komt omdat jij iets heel liefs bent gestart. Kan je daar iets over vertellen? Ja, ik ben een crowdfund actie gestart voor Sam. Hij is vorige week maandag onder een boom terechtgekomen en hij wilde heel graag een nieuwe fiets, omdat deze natuurlijk helemaal gesneuveld is. En daarvoor ben ik deze actie gestart. Wie is Sam precies? Sam is de allerbeste vriend van mijn oudste zoon, Ivan. En ze trekken echt bijna elke dag wel met elkaar op. En hij is nu ook elke dag te vinden in het ziekenhuis. Er gaat geen dag voorbij dat hij niet geweest is daar. En toen ik zaterdag in het ziekenhuis was, was Sam zelf aan het vertellen dus dat hij, als de fiets dan toch kapot is en hij moet een nieuwe. Helaas verzekert de verzekering maar een deel van de kosten voor de fiets van Sam. Om die reden leek het Linda een goed idee Sam en zijn ouders hier een handje bij te helpen. En het opstarten van het fietsen zal nooit 100% gaan. Dus hij moet dat echt natuurlijk rustig aan doen. Hij moet het weer leren. Ja, en dan is een elektrische fiets natuurlijk wel heel fijn. En dat zei hij ook van, ik wil toch wel heel graag dan een elektrische fiets. Als ik dan toch een nieuwe moet, dan een elektrische. Ik heb dat opgeslagen en 's morgens werd ik wakker. En toen dacht ik ga een crowdfunding actie. Ik ga opzoeken wat dat is en hoe ik dat moet opstarten. Ja. En zodoende heb ik het opgestart in overleg met de ouders. Heel dankbaar. Heel dankbaar. Ze was echt heel blij en ze zei meteen, dit is echt super fijn, super lief dat je dit doet. En weet Sam het zelf ook al? Ja, Sam weet het zelf ook. Oh, en hoe heeft hij gereageerd? Hij heeft ook heel enthousiast gereageerd. Ze staan, en net als ik, ook heel versteld over dat er gewoon überhaupt mensen zijn die geld hiervoor doneren. En dat het gewoon het doel steeds dichterbij komt. Ja, want wat is het doel? Hoeveel moet je? Ja, ik heb hem op €3.000 gezet. Okay. Ik dacht, volgens mij kun je daar prima een nieuwe fiets van kopen. En hoeveel is er dan nu nog nodig voor die €3.000? We hebben €2.222. Daar staat de teller nu op, dus dat is nu opgehaald. En alles wat daar dichtbij in de buurt komt bij de 3.000 is natuurlijk mooi meegenomen. Ja.